Welkom iedereen bij een aflevering van Tales of Berseria. Ik wil zeggen Tales van Berseria, maar dat klopt niet echt. Terwijl ik nog eventjes de mic omdraai, want dat was ik nog even vergeten. Dat is belangrijk. Heel snugge. Ja, inderdaad. Nou, nee, we hebben vandaag een mededeling. Wat is de mededeling? Is dat waar? Je hebt de game uitgespeeld. Ah, dat is dat is inderdaad de mededeling. Ik heb hem uitgespeeld. Dat was even 1 of 2 weekjes spelen. Toen was ik helemaal klaar. En dan heb ik nog dingen gegrind ook. Maar ja, de grind is nog niet voorbij, helaas. De grind is nooit voorbij. Nee, was het maar wel zo. Dat was wel handig geweest. Maar dat komt omdat je echt heel veel items moet hebben. Mhm. Heel veel. Je moet iets van 855 items hebben en dan niet allemaal hetzelfde of zo. Nee, het moet allemaal verschillende zijn. Ja. En daar vallen ook de kostuums en zo onder en dat vind ik echt kut. Mm-hmm. Dus ja, dat ben ik nu aan het doen. Tegelijkertijd, dat weet Jordi niet. Misschien. Nintendo die gaat zo meteen weer die nieuwe expansion pack lanceren. En onze grote vriend Harm die wil in onze familiestamboom met zijn zus. Van de Nintendo klinkt, Online. Klinkt zo verkeerd als je het zo zegt. Ja, daarom zeg ik het ook op die manier. Mm-hmm. Alleen ja, mijn tweede account zit erin. En dus die moet ik dan eruit gaan kicken. Alleen ja, ik heb nog allemaal Pokémon's erop staan. Uh-oh. En guess wat ik ga vragen. Of jij... Jordi. Jordi, kan jij binnenkort even wat Pokémon's vangen en dan even alles heen en weer ruilen? Want ik wil ook de items. Weet je, als het... Dus ik moet ook nog eens van mijn eigen soort versie, die ik in de Duitse taal heb staan. Mm-hmm. Wil ik ook nog het een en ander omruilen, alleen maar vanwege de items. Dan weet ik wat ik hier moet doen voor de volgende sessie wanneer we een serie gaan doen. Ja, maar volgens mij heb jij nog, als het goed is, ik weet niet, heb jij al die Pokémon's verwijderd die we toen met Generations hebben gebruikt? Volgens mij niet, maar volgens mij heb je veel meer mons die je wilt trainen. Maar het is in ieder geval een begin. Ik kan je alleen nog niet zeggen hoeveel je nodig hebt, dus wacht nog maar even met... X. Ja, X is het uiteindelijk. Dus wacht nog maar even met dingen vangen. Want ik ga het eerst eventjes netjes voor je tellen. Want ik moet in mijn eigen Shield versie dan ook zoveel vangen. Ja. Maar dan kan ik wel alles gelijk overruilen en ben ik klaar. Dan kan ik mijn tweede account uit de familiegroep kicken. En dan kan het feestje beginnen. En wat nog meer... Oh ja, en ik wil nog een shiny... Ik heb een shiny Zamazenta gekregen. Die code van Milan. Nee, ik heb de code niet eens ontvangen. Nou, ik had mijn had ik al ontvangen. Maar ik weet, als ik die ga gebruiken op een van mijn save files, dat ik dan niet meer nog zo'n code kan gebruiken. Dus wat dacht ik? Ik ga van het weekend ga ik naar Bas, omdat we naar een feestje gaan. Mm-hmm. Ik neem mijn Switch mee. En ik neem een soort Shield mee. En ik ga die code gewoon invoeren op Bas en Switch, want hij heeft geen soort van Shield. Dan ruil ik die shit over naar mijn main save al. Zeg ik dankjewel Bas. En dan kan ik lekker ook Milan's Zamazenta toevoegen aan mijn game. Tenzij hij hem wil. Want ik ben nog best wel in staat om te zeggen van, als jij hem nog heel graag zou willen, dan wil ik hem best wel naar je toe ruilen. Dat is geen enkel probleem. Maar dat ligt eraan wat hij wil dan. En anders heb ik er nog een extra Zamazenta bij. En dat vind ik prima. Mm-hmm. En het mooiste is, ze zijn allemaal dezelfde stat. Ze hebben allemaal... zijn 5 IV. Met de special attack is 30. 30 IV's. Dus super sterk. Allebei item met nature. Super tof. Maar goed, we hadden het over Berseria. Ja, ik zal me niet diep vertellen wat mijn mening is van het einde, want dat is al spoiler en we zijn nog... Ja, lang niet. We zijn net echt
Op 60% misschien. En maar je snapt nu wel waarom ik bedoel van... De pacing van deze game is op zich goed. Maar is wel heel raar. Ja. Ik had eigenlijk... op een gegeven moment had ik verwacht... Oh, nu ben ik al bijna bij het einde. En dan was er nog meer troep waar je doorheen moest gaan. Denk ik, oké. Heb ik meer speeluurtjes. Ook goed. Ik zit ondertussen al op de 120 uur bijna. Mm-hmm. En ik zit nog in game... Ja, nieuw game en niet nieuw game plus. Want ik moet ook nog nieuw game plus doen. Aangezien je level 200 moet zijn. Voor de laatste trofee. En je moet 20 miljoen gold hebben... überhaupt ooit hebben gekregen en uitgegeven, wat dan ook. Nee, uitgegeven hoeft niet, maar je moet gewoon... Hoe zeg je dat in het Nederlands? Bezitten. Ja, dat je het ooit in bezit hebt gehad. Ja, en dat bezitten. Dan gezamenlijk, ja, het aantal... En ik zit nu op de 6 miljoen. Maar als je New Game Plus doet, dan verdien je dubbel gold. Of nou ja, dat kan je met de Great Shop doen. Dus dat betekent ook nog eens dat ik nog iets van 3 tot 4.000 gold moet gaan toveren. Het gaat nog wel even duren, maar ik ben nu bezig met de items dus. En ik ben begonnen met equipment nu. Ik heb nog een aantal gemist. En helaas heb ik ook nog een aantal gemist in de extra dungeon. Die je nadat je de game hebt uitgespeeld unlockt. En die enemies zijn best wel sterk. Vooral als je level 70 of zo bent. Maar goed, voor een trofee moet je toch die hele extra dungeon halen. Dat is me wel gelukt. En ik ben ondertussen nu... Velvet is level 101. Dus ik ben ook al op de helft van de level grinding. En dat galt, dat komt ook steeds binnen, omdat item drops van enemies... Leuk. De specifieke drops zijn echt heel laag, die kansen. Volgens mij 10% als je hem op normal speelt. Als je tegen alleen maar dezelfde enemies speelt, dan wil de kans dat ze de item droppen wel verhogen met 5% of zo. Dan heb je nog op je eigen wapens heb je nog item drop boosts. Maar daarvoor moet je die wapens dan of equipment upgraden. Dat heb ik gedaan. Maar ja, dan kom je ook op de onder de 10%. Mm-hmm. En als je echt heel graag die items dan wil, dan kan je hem ook gewoon een moeilijkere difficulty kiezen. Want dan boost de item drop kans ook nog eens met 10% per niveau dat je omhoog gaat. En ik weet even niet hoeveel niveaus dat zijn. Een aantal, een flink aantal. Even kijken. 1, 2, 3, 4. Dus je kan hem met 40% omhoog gedouwen. Mm-hmm. Nou ja, ik heb dat al een keer uitgetest. Bij de zwakkere enemies die level 10 of zo zijn, wil het nog wel lukken. Doe je dat bij de level 122 enemies, dan ga je gewoon dood. Ja, dat... Dan zit hallo vriendjes, dag vriendjes. Ja, nou ja, ik ga gewoon naar de specifieke monsters. Ik zet auto battle aan. Ik ren tegen ze aan. Of ik doe het met die geoboard. En dan laat ik lekker de controller liggen. En die game die speelt zichzelf. En dan het enige wat ik moet doen is eventjes af en toe heen en weer bewegen, opletten. En dan kan ik hem afvinken. Of ik hem wel of niet heb. Dat duurt gewoon best wel lang. En nu snapt Nando ook waarom ik dat niet heb gedaan, want fuck dat, dan is deze serie 2 keer zo lang. Nou ja, ondertussen heb ik al best wel progressie gemaakt met titles. Mm. Want je moet titles maar op niveau 2 hebben. Maar ik heb al aardig wat op niveau 3 gewoon. Doordat ik zo lang speel en zo vaak vecht. Ach ja. Maar ook sommige titles worden ook gewoon geboost als je de game auto laat playen. Dus prima. Dus dat is wel nice. Wel even nice. Ik vind deze locatie waar we nu zijn, vind ik heel erg gaaf. Oh, de Wimmo. Dit doet me heel erg denken aan Kingdom Hearts 3. En dan, hoe heet die locatie ook alweer? Je weet wat ik bedoel?
Ja, ik weet welke je bedoelt. Ik weet even de naam niet. Scala uit Kylum. Ja, Scala uit Kylum, ja. Dat was hem. Ik word zeggen Quadratus, maar dat klopt niet. Nee, dat is voor Kingdom Hearts 4. Ja, klopt. Maar ik vind deze plek gewoon heel gaaf, want er zit ook gewoon hoogteverschil in deze stad. Dat maakt de stad ook gewoon een stuk interessanter. Om alles te exploren, ja, enigszins. En het is ook gewoon gaaf dat het tegen zo'n klif is aangebouwd en dat ook gewoon in verwerkt is. True. Oh mijn god. Ja, en dan wat nog meer. Ja, dat je ook nog een beetje heen en weer kan. Dat een mooie bergen heeft. Mm-hmm. Dieren. Ik heb niet zoveel dieren gezien. Ik weet wel dat ze erin zitten, maar hier zitten de meeste katten in ieder geval, volgens mij. Ja. Ik ben zo blij dat je niet meer die honden, zo'n hondentitel hebt in deze game. Wat is pet dat alle dat? Honden. Nee. Vind alle honden. Oh, pet alle honden. Nou ja, ja, van Symphonia destijds. Als je een guide hebt. Dan, vooralsnog. Dude, ik heb ook gewoon al die cats kisten gevonden. Terwijl dat eigenlijk niet zo heel moeilijk is. Want bijna elke map heeft er minstens één. En als je explort, dan vind je sowieso wel de meeste. En die worden gewoon op je map toegevoegd als je die Vendite of zo hebt. Kijk, het probleem vind ik ook niet dat het collecten van die dingen. Het gaat om de spirits, toch? De cat spirits. Ja, oh, de cat spirits zijn drama. Die kan je echt heel makkelijk farmen. Als je de game hebt uitgespeeld. Ja, als je de game hebt uitgespeeld, ja. Ja, maar heb jij de extra dungeon gedaan? Ik heb hem gezien. Ik heb hem niet uitgespeeld. Heb je niet de hele extra dutje gedaan? Nee. Zonde. Ja, het ding is ook gewoon, ik heb de game uitgespeeld. Ik heb de credits gezien, ja. Nou ja, dat is jouw playstyle ook. Precies. Ach ja. Als er nog een plek was geweest waarvan ik had gezegd van, weet je wat, deze dungeon kan je ook goed farmen. Dus dat misschien de laatste of ene laatste tempel was geweest waar je heel goed nog katspirits had kunnen farmen, dan had ik het misschien nog wel gedaan, maar Oké. Dan moeten we daar even voor zorgen. Ja, is goed met je. Ik wil mijn eigen backlog even schoonmaken. Nou, ik ben ook met mijn backlog bezig. Ik ben er met twee tegelijk zelfs bezig. Eén daarvan met onze groot vriend Basseman. De andere is Berseria. En wat de volgende is, dat ben ik nog steeds niet over uit. Ik kan echt zoveel dingen doen. Mm-hmm. Ik heb ook bijvoorbeeld ik heb laatst, weet die game ook weer, Scarlet Nexus gekocht. En met laatst bedoel ik echt 2 maanden geleden of zo. Mm-hmm. Ja, het is helemaal een andere part, ja. En die zou ik nog spelen voor een vriendin, omdat ze wilde weten van, hoe is die game? Is het wat? Nou, dan met die dikke vette huts. Ja, ik zei dikke vette huts. Ik ga hem vanzelf wel spelen. En ik had gezegd van het weekend. En toen was ik aan Berseria begonnen. En toen dacht ik, oh, ik speel hem wel uit in het weekend. F. Maar ja, ze heeft er niet meer naar gevraagd. Maar ik kom nog wel. Dus dat. Ik heb ook nog. Ik was begonnen aan Persona Scramble, a.k.a. Strikers. Ja, Strikers, inderdaad. Daar had ik een begin aan gemaakt. Ik had de eerste, hoe noem je dat? Het heet niet meer een palace. Een jail. Een jail, ja. Ik vergeet dat. Ik ben het. Ja, die game is al echt maanden geleden dat ik die heb gespeeld. Maar toen zag ik dat je voor bepaalde trophy moet je ook activiteiten doen op bepaalde dagen. En als je die niet doet, dan ben je de lul. Dus ik dacht, ah fuck, ik moet ook nog eens goed opletten. Dus dan, ik ga wel Code Vein doen, want ik heb wel zin in een Dark Souls game. En Bas die wilde even geen Dark Souls. Want we waren begonnen aan Dark Souls 2. Die is aan het afkicken. Nee, want we zijn weer verder gegaan met Dark Souls 2 vorige week. Oké, dan heb ik toch een betere vraag. Zijn jullie dat werken dan een keer opgeschoten met die Nuzlocke of helemaal niet?
Oh, die. Ja, Bas is dood gegaan. En toen wilde hij niet meer. Hij wilde niet meer opnieuw. Ik heb hem gehaald. Ejo. Ik heb zelfs Red gedaan. Ejo. Maar Red heb ik dan zonder Bas gedaan. Want anders... Ja, hij was dood te gaan, ja. Ja, nou ja, Red, dat was zo geklaard. Het was maar één battle. Alleen ik moest eventjes wat grinden tot level 80 of zo. Ik dacht, oh, met 80 red ik het wel. Maar ja, zijn team... Waar bestond zijn team ook weer uit? Ik weet in ieder geval dat hij 2 Politoads had. En had hij weer iets zwaks. Wat was zijn sterkste? Ik dacht dat Renitar was zijn sterkste. En toch gaat hij dood. Leg me eens even uit. Ja, ik heb gewoon een betere team. Nee, hij had echt bijna allemaal dezelfde mons. Het was zo gerandomized dat hij in het nadeel zat. En ik in het voordeel. Dus dat was wel prima op zich. En toen heb ik de game niet meer aangeraakt. En we hadden wel gezegd van dat we nog een keer een Pokémon zouden doen. Een Nuzlocke, maar dan met dat de types dan allemaal verschillend zijn en alle moves zijn random. En misschien evoluties zelfs. Maar dan wel 3 stages. Alleen, ja, er zijn er nog niet aan begonnen. Ik denk dat we dat nog eventjes voorlopig niet doen. Want, anders burn je jezelf uit als je alleen maar dezelfde game steeds speelt. Of nou ja, dat is voor hem dan in ieder geval. Volgens kan je het moeilijk zeggen. We hadden het er laatst over van dat hij het heel erg knap vindt. Dat ik zo gefocust op een game kan zijn en dat ik hem dan gewoon helemaal uitspeel en dan niet anders of zo doe tussendoor of wat dan ook. Of dat ik gewoon weer heel makkelijk terug in dat patroon kan komen. Terwijl dat voor hem wat lastiger is. Geef het tijd. Als je eenmaal begint aan bepaalde games en je raakt ze maanden niet aan, dan wordt het moeilijker. Nee, maar hij heeft dat wel vaker gedaan of geprobeerd, maar hem lukt het niet. En hij vond het dan knap dat ik per serie echt full-on speel en dat ik dan daar gewoon echt op gefocust kan zijn. Dat vond hij heel bijzonder. En dan heb je per serie zo meteen gedaan, dan ben je die direct op afgekikt. Ja, nou ja, prima toch? Ja. Dat vind ik echt helemaal niet erg. Niet alles kan een Kingdom Hearts franchise zijn, hè? Nee, inderdaad. En tussendoor doe ik dan Pokémon omdat ik nog wat legendaries wil vangen. Want ik heb nog niet alle Pokémons gevangen die er zijn. Ik mis nog Reggie Eleki. Ik mis nog... Eleki. Hoe heet die ghostpaard? Spectrier mis ik nog. Ja. En ik mis de evolutie van Kupfu Urshifu. Die mis ik nog. Oké. Okay. Dus dat ga ik nog ook even fixen, denk ik, eerdaags. En dan hoop ik eigenlijk volgende week klaar te zijn om alles over te ruilen. Want volgens mij komt die expansion pack morgen. Als ik me niet vergis. Dan zit je even op een andere tabblad en dan zegt YouTube van er is een fout opgetreden, probeer het later opnieuw. Ha. En het is echt 5 minuten geleden, dus jij houdt het wel bij, toch? Jawel. Ach ja. Nou, en we hebben wat besloten. Of nou ja, Jordi die kwam met een idee en hij vroeg of ik dat goed vond en dat vond ik best wel goed. Afleveringen waar er geen plot mee is, doet hij in zijn eentje. Omdat het dan eventjes wat sneller gaat en dat er meer progressie is. Want jij bent ook wel een beetje... Je mag anders gaan doen, hè? Kijk, het ding voornamelijk is met series zoals deze zijn aardig lang. En omdat het maar 1 à 2 keer in de week is... En ik bedoel niet 1 à 2 keer in de week opnemen, maar dat ik 1 à 2 video's in de week en het is 85 parts... Ja. Met ook nog vaak een keer een afmelding op maandag. Ja, ja, goed hè. Dat helpt niet echt het tempo, nee. Nee, maar ja. Soms heb je andere plannen, toch? Nee, klopt. Maar dan met zo'n grote serie... Ja. Dan wordt het tempo er volledig uitgerukt. Ach,
En op een gegeven moment, nou ja, de tempo van deze serie die is wel heel vaak dat er een break is of wat dan ook. Ja. Vakanties. En ik moet dan nog een keer inmaken in Spyro, dus ja, daar heb ik ook wel heel veel zin in. Oh, ja, nou ja, waarschijnlijk word ik ook wel ingemaakt, want Spyro is voor mij alweer te lang geleden. Terwijl ik het in het voorjaar of zo heb uitgespeeld. Nou ja, dat was 3 dan in ieder geval. Dat was niet alles, maar... ja, ik denk niet dat ik daar pro in ben. Ja. Even toch aan de game. We hebben nu een onderwatertempel gehad, hè? Ja, de een beste. Een ondergrondse tempel. Ja. En Rokuro maakt de grap van, ja... Wat zou het volgende zijn? Een vliegende tempel? Ja. Nou, waar speelt de laatste tempel zich af? Get it? Aha. Wink, wink. Nou, ik vind het nog niet echt zoiets. Het was meer zo'n space-achtig iets, vond ik. Ja, maar het is alsnog in de lucht. Dus. Ja, dat is waar, oké. Okay. Daar is niks aan gelogen. En het is nog steeds een mooiere tempel dan City in the Sky. Nee. Welke bedoel je City in the Sky? Van Zelda? Ja. Nee, vind ik niet. Fuck die tempel. Ik wil best wel nog een keer City in the Sky doen. Ooit komt dat weer, als ik hem weer ga spelen. Als hem op de Switch eindelijk is releasen. Oh, laten we gewoon veel eerlijk zijn, de Switch. Want, dit komt toch later online. Maar wat weet je nu over 2022? Niks, qua Zelda in ieder geval. We weten dat Legends er is. Legends. Oh, je bedoelt ja, gewoon Pokemon in het Legends. Algemeen over alles. Ik dacht alleen over Zelda. Nintendo, ja. Ja, Legends, die Advance Wars. De Breath of the Wild 2 game is gereleased voor 2022. Ja, die komt volgend jaar, want ze kunnen 100... niet meer dit jaar releasen. Ja, maar 100% die wordt gedelayed. Want er staat voorjaar 2022? Nee, gewoon 2022. Oh. Nou, hij komt wel 2022. Ik denk wel dat hij volgend jaar uitkomt. Ik denk eind volgend jaar. Hij wordt echt gedelayed. Wordt gedelayed. Nee, ik niet. Hij is dit jaar al gedelayed. Ik denk niet dat hij nog een keer gedelayed. Hij zou niet in 2021 uitkomen. Daar hebben ze gewoon te weinig dingen van laten zien. Oh, dat heb ik dan mis. Maar hij wordt niet gedelayed. Maar ja, ga door. Nee, mijn ding is, de reden waarom ik denk dat ik denk dat hij gedelayed wordt, is dat ze dan die Wind Waker en Twilight Princess uit kunnen brengen. En dan nog tijd hebben. Want als die game uitkomt in 2022, gaan ze niet die game doen en dan nog de remakes opnieuw uitbrengen. Dat kan wel. Dan is het voorjaar dat ze met die games komen. En dan het najaar kan je dan Breath of the Wild 2 spelen. Ja. Of je krijgt alleen maar Breath of the Wild. En ik denk eerlijk gezegd dat dat het geval is. Ik hoop het niet. Maar ik denk wel dat het het meest realistische is. Mm-hmm. En ik denk dat Milan het met mij eens is. Ja. En dat vind ik heel jammer. Ik wil die games op de Switch. Ik bedoel, al die Wii U games hebben een port gehad. Al die grote. Waarvoor die? Ja, dat is het grootste probleem. En dat is het grootste probleem. Als heel veel Wii U games niet op de Switch uit waren gekomen, had niemand gezegd, oké, Wind Waker Twilight Princess. Maar omdat letterlijk dat nog de enige twee zijn, die niet zijn gepoord. Ik denk, het enige wat je daarnaast nog hebt is Nintendo Land. Maar ja, wie geeft een neuk om Nintendo Land? Niemand. Ja. Is de Nintendo Landianen. Wat heb je nog meer op de Wii U gehad? Nou, Hyrule Warriors is in ieder geval erop gekomen. Die Super Mario 3D World is erop gekomen. Wat heb ik nog meer op mijn Wii U gespeeld? Oh ja, nieuw Super Mario Bros. Is nieuw Super Mario Bros. U is op de Switch uitgekomen. Super Mario Maker. Tokyo Mirage Sessions is opnieuw uitgekomen voor de Switch. Zelfs The Wonderful 101 is opnieuw op de Switch gekomen. Dus dat zegt mij gewoon genoeg van, hey, als ze het nou niet doen, dan komt het gewoon niet meer. Maar ik ben gewoon bang dat ze het gewoon
te lui zijn om het te doen. Of dat ze denken van, ja, maar we hebben niet meer een gamepad. Dus die tingle bottle shizzle, dat werkt niet meer. Maar ook al werkte dat wel, je hebt ook geen Mii dingen nu, dus. Net zoals met de 3D World, daar had je ook oorspronkelijk die Mii dingen. Nou, daar heb je ook niets meer aan. Die Mii stems. Ja. Ja, dat is waar. Dus daar heb je sowieso niks aan, gewoon eruit halen. Ja, dan moeten ze weer die kist vullen met nutteloze roepies. Ja, dus. Ik denk het beste wat ze dan zouden kunnen doen is dan een vervanger gaan bedenken of zo. Weet je, dat je stickers. Dat... Stickers. Ja, maar wat stickers. Voor wat? Voor Mario stickers toch? Waarom krijgen ze een Zelda? Nou, waarom ook niet? Nee, weet je wat ze moeten doen? Ze moeten van die dingen maken waarmee je dan op de Switch zo'n andere achtergrond hebt. Want je hebt alleen maar... Thema's. Ja, ze moeten zoiets doen. Ja, doen ze niet. Dat zou echt heel vet zijn. Maar ja, nee, dat doen ze inderdaad niet. Tenzij, ja, je kan het alleen zelf doen als je Switch mod. Maar ja, dan kan je ook niet meer online. Nee, dat is op zich het klootst. Je kan heel veel dingen er zelf van aanpassen. Je kan ook heel veel dingen ervan modden. Maar dan kan je heel veel dingen niet meer. Dat zuigt echt zo erg. Mm-hmm. Echt, waarom? Hoe lang is dat ding al uit? Al bijna 5 jaar of zo. 5, 6 jaar, ja. Ja, what the fuck. Waarom is dat nog steeds niet een ding? Ik snap het ook niet waarom Bluetooth nu pas een ding is. In 2021. Ja. Dat had veel eerder gemoeten. Praat over Bluetooth. Ik ben eindelijk overgestapt naar Bluetooth oortjes. Voor met je computer? Nee, computer doe ik nog steeds met gewoon oordopjes. Dus gewoon aan een draad. Alleen, ik heb nu... Omdat ik een OnePlus heb, die heeft zo'n rare connector nodig. Omdat die geen standaard 8 mm plug heeft. Oh, voor in je telefoon om... Ja. Ah, oké. Okay. Ja, ik heb wel... Alleen die 8 mm dingen, ja. Die connectors, gaan om de havenklap kapot. Die dat kunnen niks hebben. Echt, dat is wel echt een F'je. En je bent zo 5, 6 euro ervoor kwijt. En ik kan zeggen van oké, maar het is maar 5, 6 euro. Nou, als er 6 à 7 in een jaar kapot gaan, dan tikt het wel aan, ja. Ja, ik heb dat alleen met mijn draadloze oortjes van de Samsung S8. Maar dat is dan meestal omdat ik ze in mijn trui van mijn werk laat. En die gaan de was in. Oké, maar doe het zelf. Dus ik heb nu gewoon van die Skullcandy oortjes gehaald. Die zitten in zo'n mooi doosje. Dus ik kan ze ook mooi weer wegleggen en dan laden ze gewoon weer op. Jij bent niet zo van de dure merken natuurlijk. Je wil niet honderden euro's als uitgeven. Als ik niet weet wat de kwaliteit is en ik weet op zich dat oortjes over het algemeen maar een paar jaar meegaan. En met een paar jaar bedoel ik eigenlijk gewoon niet eens een jaar. Dan ga ik geen 200, 300 euro voor neerleggen. Nee, dat is ook op zich nog wel slim. Ja, ik heb... We hadden voor de kerst, hadden we ooit eens een keer van die... draadloze oortjes gekocht voor mijn nichtje van een ander merk, maar toen dachten ze ineens, nee, we moeten van die Apple dingen, van die AirPods kopen voor de... Van die rare stokjes. Ja, dus heb ik die gekregen. Dat zijn gewoon ronde dingen. De kwaliteit van de audio is niet echt optimaal, maar het werkt wel. Dus die heb ik precies voor het geval dat. En voor de rest gebruik ik gewoon draadloze oortjes. Ja, net zoals deze video. Het is aardig lang, kwaliteit is misschien niet helemaal goed, maar het werkt. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Laters.